banden, of bijna allemaal nieuwe banden. Kijk maar. Als er een keer versleten banden heeft, nou, dan pakken we gewoon uit rek nieuwe banden. Nou, die heftrucjes die zijn nou wat later, daar moeten ze vanavond de hele tijd mee laden. Er zitten de mensen te plannen, er zitten mensen te bellen. Nou, dit is hoog. En er zitten mensen die de administratie doen en centjes overmaken. Wat zouden ze hier doen? Met hun maar eens filmen. Spelletje, zeg maar. Je zit de hele dag met chauffeurs te bellen en met de klanten te bellen. En dit zijn ook de mannen die s'avonds maken ze allemaal die routes. En de manier dat ze alles netjes in de vrachtwagens gaat. En dat doet die meneer ook. Er zijn bijna allemaal chauffeurs geweest. Dus dit zijn eigenlijk mensen die alles regelen. Zullen we ook eens laten zien wie onze directeur is? Twee schermen. Kijk, programma's die zijn, onze programma's die zijn vrij groot. En als je nou hierop kijkt, als je nou willen weten waar René is. Oh, dan zie je daar niet staan met de kruisen. Maar heb je ook... Antwerpen, Breda. Maar heb je ook twee soort muizen? Want... Kijk eens. Nee, helemaal niet twee muizen. Kijk, hier staat René. En René staat in de Madridstraat op dit moment. Madrid? Madridstraat. Maar hoe weet je dat? Hoe kan je... Maar hoe kan je dan weten dat hij daar staat? Hoe weet de computer? Die heeft een GPS, hè? Weten we precies. TomTom weet ook precies waar die is. Hier zit een soort TomTom in die wij kunnen volgen. Al die bolletjes zijn onze auto's door het land. Maar als we rijdt er helemaal geen. Iedereen staat stil. Ja, alles. Iedereen staat stil. Nou, deze is aan het pauzeren, maar dat mag ook, hè? Waarom staat nou iedereen stil? Nee, die zie je niet bewegen. Die doet maar om de 5 minuten, zegt hij, naar iedereen op en neer beweegt. Dus dan weet je of ze niet, ja. Maar hoe kun je naar het andere beeld gaan verhuizen met je muis? Je gaat gewoon over de muis heen. Kijk. Ja. Als het om hier staat, hier staat mijn agenda. Kinderen. Dus hier, die gaat gewoon eroverheen. En dan hebben wij allemaal. Vet. Want als je dit programma, dit is één programma, kijk, dit hoort bij dat. En anders is het een beetje lastig te kijken als je er allemaal in één beeldscherm moet proppen. Je zal het vast in één kijken. Eentje voor jou. Eentje voor jou. Eentje voor jou. Dank je. Dankjewel. Ja, dankjewel. Ja, super goed bewaard. Weet je wat jullie zijn? Oh. Dankjewel. Ja, zeg maar Jos. Dankjewel. Uit lief. Ja, dankjewel. Ja, joh. Fijn dat we duidelijker maken. Dankjewel. Ja. Dankjewel, Jos. En dan hebben we even kijken. Ik doe even voor de school. Kijk, dan heb je nog een boekje. Ik sta wel veel op de film, ben ik bang voor. Ja, maar wij kunnen knippen. Zo, ik heb geen lijstjes. Maar dan heb je in ieder geval iets van handen. Ja, lekker. Wel zelf. Ja? Mooi. Onbepaald, er is niks aan. Zij is nou waarschijnlijk aan het lossen. Als hij dadelijk terugkomt, dan zegt hij, ik heb gelost. En dan zie je wat hij gedaan heeft. Alles met z'n. Die meneer ook. Ik maak zo. Hij maakt zo wat ik vertel. En die meneer weet alles van computers en servers en alles. Ik maak zo in het blijven draaien. Heeft er iemand nog een vraag voor de meneer van de salarissen? Nee, niet. Nee, niet.
Geef je jezelf een hoger salaris? dat moet je tegen niemand vertellen, maar dat doe ik wel. Ja? Dat weet bijna niemand, hè? En die komen allemaal dikke slaaien aan die kant, hè? Dat zijn buitenlanders. Zie je dat? Kijk maar naar het kenteken. Wie zijn buitenlanders? Oh ja. Ik moet zo rustig aan. Wat is er nou eerst aan doen, denk je? Komt hij aan met dat ding? Het lukt nu niet. Schuin staat. Zij heeft hem. Wat zijn dan hier de buurt van u gedaan? Ja, hij kan. Het is een deuren dicht. Ja, ik ben al zitten dicht, maar die werd gehaald. Dan gaat hij. Hij doet het zelf hoor, want die is ook inderdaad de mond geboren. Ja, het paard heeft er nog net in de haak gedaan als hij in de stad. Ik heb 4 maanden in Maastricht gewoond omdat hij daar staat. Dank u. Dat is de hoogste wereldreis van mijn leven. Thank you.